Hi iedereen, welkom weer in een nieuwe video. Goedemorgen uit de Côte d'Azur. Zoals je kan zien zijn we niet thuis. Om precies te zijn, we zitten op La Plage d'Argent. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En dat is een camping in Zuid-Frankrijk. En dit is dan ook meteen de tweede aflevering van onze serie, waarin we bijzondere accommodaties met jullie delen waar je kunt overnachten. En we zijn hier op persuitnodiging van Vacances Select. Ze hebben een prachtige glamping accommodatie hier voor ons geregeld. En zoals Larissa net al zei, we zijn dus aan het glamping. Oftewel glamorous kamperen. En we zijn gisteravond aangekomen en toen hebben we al meteen onze eerste indruk voor jullie gefilmd. Dus we gaan jullie nu laten zien waar we in overnachten. Kijk nou hoe leuk! Dit is ons huisje met inderdaad een jacuzzi. En ja, hier is de veranda en dit is ons uitzicht. Super rustgevend en daarachter, daar zit ergens de zee. Het is echt super excited. Laten we binnen gaan kijken. En dit is het dek. Twee stoeltjes dat we hier lekker kunnen chillen. Een tafel om lekker 's ochtends wakker te worden volgens mij. Let's go. Oh. Oeh, wow. Een hele keuken. Zo, dit is wel nice, joh. Moet je kijken hoe groot. Dit is echt geen kamperen meer. Dit is echt glampen. Dit is gewoon... een volledige woning. Ah, het is ook lekker cool hier, man. Kijk. Dit is de badkamer. Nice. Hier hebben volgens mij nog twee andere slaapkamers. Ja, we hebben serieus gewoon een hele gang, joh. Dus we hoeven geen bed te delen. Oh, wat nice. Dus hier nog twee bedjes. Oh, hier ook nog. En hier is nog een badkamer. Dus we hebben twee badkamers. Oh, wow. En hier nog een toilet. En... airconditioning. Ja, het voelt echt heerlijk koel hier. Het was vandaag 35 graden of zo, dus daar ben ik echt super blij mee. En hier op tafel staat een heerlijk welkomstpakketje met allemaal producten. Oh, super chill. Wat zou dit zijn? Houdt ons wel in spanning. Oh! Toiletrollen! En lucifers, of niet? Oh, dat is gewoon een huishoudelijke kit. Dat is heel handig. Nice. Nou, en nu is het dus weer de ochtend erop. Het is nu ongeveer 8 uur 's ochtends. Het is volgens mij nu al 30 graden. Het worden de dagen dat we hier zitten, wordt het rond de 35, bijna 40 graden. Dus dat wordt even pittig, maar wel heel erg lekker alsnog. En dit uitzicht, ik liet het gisteren al zien. Ik laat het nu nog een keer zien. Dit is wel echt heel erg fantastisch. Super rustgevend. Ik hoor allemaal vogeltjes. Zoals ik gisteren al zei, of net al zei, daarachter zit ergens de zee. Dus daar willen we ook nog erg heel graag naartoe lopen. Het leek ons sowieso wel leuk om wat meer vlogbeelden met jullie te delen. Dat is eigenlijk ook een beetje vanwege de feedback op de vorige video. Toen hadden we het vooral gefocust op alleen de accommodatie. En niet zozeer wat we allemaal hadden gedaan. Maar dat gaan we dus nu wel doen. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. En we hebben al wat tof staan op de planning voor vandaag. Maar wat het is, dat zien jullie uiteraard straks. We hebben dus een jacuzzi en hij is al helemaal gevuld. Dus ja, we hebben nog een half uur de tijd voordat we gaan ontbijten. Dus we gaan er even in. Ja. Super lekker. Nou, ze zit erin hoor. Yeah. Wat heerlijk. Yeah. Ik ga er ook bij in. Zo. Ja, en dan dit uitzicht. Lovely. Chillen. Hoe is het, Liz? Heerlijk. We hebben zojuist we hebben de jetfunctie ontdekt. En dat is een van de bubbelbad. En ik zei net tegen Larissa, volgens mij heb ik nog nooit eerder in een jacuzzi gezeten. Ik weet het ook niet, nee. Maar dat is echt fantastisch. We love it. Zo, dat was echt super lekker en we zijn nu onderweg naar het restaurant van de camping, want daar kunnen we lekker ontbijten. We hebben ook echt best wel honger. En dit is onze route. Moet je kijken hoe mooi het hier is met allemaal van die gekleurde bloemetjes. En links en rechts zijn er ook palmbomen. We houden van palmbomen. Bloemetjes en zo. Ja, dus het ziet ook wel echt super lekker tropisch uit hier. We hebben hier net ontbijt gehad en dan is dit nog een deel van het restaurant. En het ziet hier vooral echt heel erg hip uit. Ik bedoel, deze lampen, die wil ik gewoon thuis hebben. Als je dan hier verder loopt, heb je allemaal lekkere zitjes. En ik vind vooral de stijl echt gewoon heel erg leuk. Gisteravond liepen we hier ook langs. En dan heb je hier lampjes hangen die dan aan zijn.
Mensen zijn hier lekker aan de tafel tennissen en hier kan je gewoon lekker zitten. En dan heb je hier het zwembad met ook nog een glijbaan erachter. En hier binnen heb je ook nog de bar dat bij het restaurant hoort. Super lekker cool. En ik vind het interieur gewoon echt super leuk. We zijn van Jens ingereden met een eendsnet en het was echt een super toffe ervaring. We hadden allemaal van die mooie kronkelwegen waar we overheen reden. We zagen allemaal hele mooie natuur, dus we zitten nu echt best wel hoog. We gaan nu even lekker lunchen. Kijk, daar rijdt de rest in de autootjes. En dit is gewoon echt een heel schattig uitziend dorpje. Zo, we gaan eten bij dit restaurant, Le Temps des Cerises. En daar hebben we een heel leuk tafeltje voor ons allemaal. En je ziet er is al wapperen, het is zo warm. Volgens mij echt een graad of 40, zou me niet verbazen. Dus we zijn wel toe aan wat lekker koel water en lekker eten. Het is echt een onwijs kneuterig winkeltje waar je allemaal lekkere dingen kunt halen. En het ziet er super leuk uit van binnen. Ja. Dat is leuk, hè? Ja. Hallo, bonjour. Met wijnen en allemaal honing en jampjes. I like it. Ja. Nou, dan gaan we weer naar de volgende locatie. We hebben zo een wijnproeverij. En Larissa en ik passen bij de auto. Ik weet niet of je het kunt zien, maar ik ben compleet gesmolten. Volgens mij is het echt 45 graden. Maar we zijn weer terug in de auto's gestapt en we zijn doorgereden naar een wijngaard. Het heet Val Iris. En hier gaan we wijn proeven. Heel erg gezellig. Ze hebben hier echt het is een hele mooie ruimte met allemaal bomen. En er staat een paard in de wei die echt de meest grote ruimte heeft. En, maar ik heb wel zin om nu even naar binnen te gaan. Kijken of we daar lekker wat wijn kunnen proeven. En iets meer koeling kunnen vinden. En daar staan onze autootjes. Zo schattig. Trouwens, hier staat heerlijke lavendel. En dit is rozemarijn volgens mij. Ik kan het niet laten om altijd even niet mijn handen doorheen te halen. Zo chill. Zo. Het ruikt hier wel een beetje naar wijn. Oké, zien we. Hele goede morgen. Het is vandaag weer de volgende dag. En het wordt heel erg leuk vandaag. Het is nu een uur of 7 in de ochtend. En ik ga straks naar de markt toe om lekker boodschapjes te doen. Want we gaan in de avond gaan we lekker koken samen met chef-kok, die je misschien wel kent van tv, Alain Caron. Dus daar heb ik super veel zin in en ik ben heel erg benieuwd naar de markt. Ik moet nu wel echt even gaan lopen, want anders kom ik straks te laat bij de groep. Heel erg leuk, een keertje naar de Franse markt. Zo, we zijn aangekomen op de markt in Kans. En het is hier echt super mooi. Het is een hele nette markt met heel veel bijzondere producten ook. Dus we gaan hier inkoopjes doen voor vanavond. En ik vind het wel heel erg leuk om te zien. Het is echt heel lekker schoon. Het ruikt ook gewoon lekker. Dus ik ben niet per se van alle markten in het buitenland gewend. Dus dat is wel heel erg leuk om te zien. Hier staat de groep. Dat is Alain. Met hem gaan we koken vanavond. En dit is dus de markt. Zo, we zijn inmiddels weer van de markt af. En we zijn nog eventjes aan het rondlopen in Cannes. En zoals je misschien wel kan zien, moesten we eventjes de haven bezoeken en hier heb je echt de mooiste jachten ever staan. Zo ontzettend groot met alles erop en eraan. Wel heel erg cool om te zien. Het is onze eerste keer in Cannes, dus dan hoort dat er wel echt eventjes bij, vind ik. Ja. Wat vind je er allemaal van daar? Ja, mooi, luxe. Ik heb trouwens nog wat geshopt. Oh ja.
Een mooie, neutrale, luchtige maxi dress. Ja, ik vond hem echt wel gaaf. Hij is ook een heel lekker stofje. Moeten we anders zo meteen maar even beter laten zien, want nu zien we het niet zo heel goed. Maar hij stond echt prachtig. Een heel leuk souvenir gelijk. Tara spotte net deze boot met een infinity pool op de boot. Dat is toch echt insane. Dat heb ik echt nog nooit gezien. En daarboven een jetski. Het kan gewoon. Zo, het is inmiddels... Oh, ik wilde naar buiten. Dat kon niet. Het is inmiddels alweer wat later. Het is... middag geworden. En we hebben heel eventjes wat vrije tijd. Dus het leek ons leuk om eventjes naar het strand te gaan. Want die willen we natuurlijk ook wel gezien hebben. Nou, we hebben ons laten vertellen dat het 10 minuutjes lopen is. En het is weer heel erg heet. Dus we hebben besloten om dat niet lopend te gaan doen. Maar met de fiets. We hebben namelijk hier bij deze accommodatie 2 fietsen erbij gekregen. Dus dat is wel echt heel erg chill. Dus daar moeten we ook maar gewoon gelijk gebruik van maken. Dus we hebben playsuitjes aan. Bikinis eronder. Tasje mee. En let's go. Het zijn wel hele leuke fietsen. Ja, eens een Nederlander, altijd een Nederlander. Gewoon op het fietsie. Dat was echt ideaal. Het was tegelijkertijd een leuk momentje in de natuur. Ik zou zeggen, met de fiets... is goedgekeurd. En dan lopen we nu door naar het strand. Zo, het is inmiddels avond geworden en het is tijd om te gaan koken. Ik heb me opgegeven om het dessert te gaan doen, want ik ben echt dol op desserts. En heel eerlijk, ik heb niet de beste skills denk ik voor de andere 2 gerechten, maar de rest van de groep wel. Dus dat wordt super lekker en ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat het een avond vol met heel veel lekkers wordt, gezelligheid. Dus laten we gaan koken. Voilà. Che limoncello? Io ho limoncello. Oh. No, pane limoncello. Oh, c'è dommage. Pastis. Ah, ma si pastis. Le Belgi... incroyable. Attention, attention. Ik kan nog een klein beetje zien aan mijn nagels, maar ik ben klaar met de kersen en aardbeien. En heel langzaam, dat heet filet. Dit is een filet. Nooit een mayonaise doen, alleen maar met olijfolie. Wat voor olie gebruik je nu voor een bloemolie of rachidolie. Een neutrale olie. Het mooiste is geen boompietenolie. Dat kun je je mayonaise doen in de koeken. Zo, het is weer de volgende ochtend. De koffers zijn ingepakt, dus we gaan er weer vandoor. Dag huis! Zo, daar zijn we weer. Zoals je kan zien, we hebben volgens mij wel een klein kleurtje gekregen. Ja, zeker. En zoals je misschien ook wel in de vlog had kunnen zien, we hebben echt een top aantal dagen op de camping gehad. Ja, het was echt super leuk. En we gaan nu, zoals de vorige keer, weer even een kleine recap, conclusie geven van wat we er nou uiteindelijk van vonden. En we delen de prijzen en dat soort dingen. Ik wil als eerste eventjes beginnen over de camping. Nou, het is dus een 4-sterren camping, super mooi. We vonden het interieur heel gaaf. Dit is een samenwerking met een bedrijf dat heet Amak. Zij pimpen een beetje de campings van Vakant Select, enkele daarvan. En die zijn gewoon super Instagrammable gemaakt. Dus daardoor wel heel erg geschikt voor de jongvolwassenen. Wij vonden het in ieder geval wel heel erg cool. Ja, het is zeker een van de mooiste, ik denk wel eigenlijk de mooiste campings sowieso die we ooit hebben meegemaakt. Wat we ook heel erg leuk vonden waren al die prachtige gekleurde struiken met bloemen. En natuurlijk de palmbomen die op de camping stonden. Dat was wel voor ons echt een extra
plus waar we heel erg van hebben genoten. Ja, en mocht je dus geïnteresseerd zijn in deze camping, het is misschien wel leuk om te weten dat je hier nog best wel wat dingen kunt doen. Je hebt dus een zwembad. Het lag aan een rivier en in die rivier kon je snorkelen, duiken, suppen geloof ik. Mm-hmm. Dan kon je er ook nog pingpongen, jeu de boule natuurlijk. Dat was een supermarkt. Ja. Heb ik nu alles genoemd? Ja, en die rivier liep over in de zee en dat hebben we natuurlijk ook in de video kunnen zien. En in de zee kon je ook nog snorkelen, duiken, al dat soort dingen. Ja. Dus je hebt echt gewoon verschillende opties en activiteiten die je kunt gaan doen. Dus je kunt je daar volgens mij echt totaal niet gaan vervelen. Nee, ja. En er was ook nog een restaurant. Als je geen zin hebt om zelf te koken. En we hebben daar gegeten. En het was echt goede kwaliteit eten ook. Dus dat is ook helemaal top. Wij waren nu met z'n tweeën. En deze accommodatie was echt voor 6 personen. Als het goed is, was het ook de meest luxe van de camping. En we hadden een jacuzzi, een vrij uitzicht. De keuken was echt van alle gemakken voorzien. We hadden een vaatwasser. Ik heb niet eens een vaatwasser thuis. Ja, de oppervlakte was 40 vierkante meter. Dus dat is ook echt best wel een groot oppervlak. En daarbij hadden we ook nog natuurlijk die hele ruime veranda waar je lekker op kon chillen. En ik heb eventjes de prijzen opgezocht op de website. Nu in het hoogseizoen, dus daarmee bedoel ik echt de maanden juli en augustus, betaal je tussen de 1500 en 2500 euro voor de hele bungalow voor 6 personen voor 7 nachten. Dus dat is echt een volle week dat je daar kunt gaan overnachten. Dus dat is de prijs van de accommodatie waar wij in hebben overnacht. En op de camping heb je ook nog andere plekjes. Je hebt iets kleinere accommodaties. Je hebt ook plekken waar je je eigen caravan of camper kan neerzetten. Of zelfs een tent. Wij hadden dus echt het geluk dat we hierin mochten overnachten. Ik vond het echt onwijs chill. We kregen er nog 2 fietsen bij. Met die fietsen gingen we dus naar het strand, maar kan je eigenlijk een beetje over de camping heen fietsen. En sowieso, als je geen zin hebt om op de camping te blijven, mocht je nou langer dan een week gaan. Er zijn best wel veel plekken in de omgeving waar je naartoe kan, gewoon om even een dagtripje te maken. Wij gingen dus naar de markt in Cannes. Mm-hmm. Dan gingen we ook nog naar Fayence. Ja. In de buurt, of in ieder geval toen we erheen reden, zagen we nog een heel mooi blauw meer. Dus dat is misschien ook wel heel erg cool om te bezoeken. Ja, je kan Nice bezoeken, je kan Saint-Tropez bezoeken. In ieder geval, er zijn meerdere bekende leuke stadjes waar je naartoe kan. Die ongeveer op 1.5 uur tot 1.5 uur rijden zijn. Dus dat is echt prima te doen. Dus je kan echt gewoon heel veel kanten op. Ja, en wat ik vooral heel erg chill vond aan kamperen. Want in principe is het wel kamperen. We hebben op de camping gestaan, ook al voelde het niet echt als kamperen. Het is gewoon super chill dat je gewoon vanaf het eerste moment naar buiten kan en buiten bent. En eigenlijk bijna alles buiten doet. Ja. Ik zijn heel veel buiten. Maar dat is gewoon, denk ik, het meest chillen sowieso aan kamperen. Ik denk dat jullie hier nu wel misschien op zitten te wachten. Maar wat is onze Endless Weekend rating? Ja, echt een 5 van de 5 punten wil ik het geven. Ik vond het echt perfect. Ik heb me onwijs vermaakt en ik vond het echt heel mooi. Nou, in de beschrijving vind je linkjes naar de website van VakantSelect met allemaal andere informatie. Daar kan je gaan kijken, daar kan je natuurlijk ook een boeking gaan doen. Dat soort dingen. Dus alle informatie vind je in de beschrijving. En ik hoop dat je het leuk vond om te zien hoe onze paar dagen op de camping waren. Geef hem vooral een duimpje omhoog. Laat ons eventjes weten of jij wel eens op een camping hebt overnacht. Wanneer jouw laatste keer is. En hoe je dat dan doet. Of je dat dan het liefst doet in een eigen tentje. Of dat je net als ons eigenlijk altijd luxe hebt gekampeerd vroeger. Dus super bedankt voor het kijken. En we zien jullie heel graag weer in de volgende video. Doei! Doei.